Wij zijn mensen zoals anderen. Hè? Wat dat je daar ziet, dat zijn dingen die ik draag. Dat is plezant. Die een indruk geven van zo... Je is zo een stoere gast, zo. Dat ben ik helemaal niet. Hè. En dan moeten de mensen zelf op ontdekking gaan. Dus, dat is een uitdaging op zich. En dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk. De mensen op het verkeerde been. Wij zijn, denk ik, het enige beroep waarbij wij onderling, ten opzichte van elkaar, ons moeten verhouden op een gereglementeerde manier. Je gaat nooit aan een confrater zeggen, ik zal even Antwerps gebruiken, een gijse klootzak. Je zegt altijd, confrater, ik deel uw mening niet. Wat er ook mogen gebeuren, je blijft hoffelijk. Dat zijn regels en ik vind dat saai. Er is geen enkel ander beroep waarin dat zo is. Dat je iemand tegenkomt die u een tegenstrever is, die u een loer kan gedraaid hebben, maar die je toch de hand geeft, waar je toch vriendelijk tegen bent. Waar je nooit krachttermen tegen gebruikt. Dat vind ik fantastisch. Mijn uiterlijk is aanleiding bij veel mensen tot vooroordelen. Ik reageerde nooit van in het begin in het gesprek op mijn eigen uiterlijk. Maar op het einde van een gesprek zei ik dan, voilà, u hebt het dan ondertussen al gezien. Dit is het. Mensen die grote sier uithangen. Collega's die de grote sier uithangen. En ineens moeten ze weg, want ze zijn met al het geld van klanten gaan lopen. Wie had dat ooit gedacht? Dat vind ik, dat is voor mij belangrijk. Als je dat beroep doet, hè, wees dan eerlijk. Dat er is iets misgaat, dat kan. Dat kan. Maar hang niet de hypocriet uit, hang niet de grote Jan. Doe dat niet. Doe dat niet. Precies, of je bent heilig. Ik ben niet heilig en ik zie dat ook. Rustig, 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 hè. Ja, 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 ja. Allee, vooruit, ga eens kijken, ja. Ja. En dan is het gedaan, ja. Ja, ja, ja. Kom hier. Ja, kom. Geef, ja. Oei. In de tijd van de punkleven, dat heb ik nooit mogen doen, hè. Om de 14 dagen moest ik naar de kapper. Ik probeerde dat uit te stellen als ze dan zeggen, jongen, tijd voor de kapper. En dan zeg ik, ja, nu nog niet, nu nog niet. Maar er was geen sprake van dat ik ooit mijn haar recht naar omhoog zou zien. Kijk, mensen, heel de bussen gaan eraan. Dus geen suikerwater. Gewoon verkrijgbaar doen. Ja. Ik ben niet mooi. Maar ik houd wel van schoonheid. Mijn lelijkheid belette mij stil te staan bij de schoonheid van het lichaam. En daarom zocht ik een andere schoonheid. Die der ziel. En dat vind ik prachtig.